Ask not what your country... Hoe zei John F. Kennedy het ook alweer? Bij Debunked ontkrachten we stellingen die je wel eens voorbij ziet komen op internet. Met vandaag als onderwerp het arbeidstekort. Hoe houden we de arbeidsmarkt overeind? Het gaat toch prima met onze economie? Waar maken jullie je druk om? Ga eens aan het werk. Klopt. Alleen Nederland vergrijst ook. We worden met z'n allen ouder. Op zich hartstikke mooi dat we met z'n allen ouder worden. Maar dat betekent ook dat er steeds minder mensen zijn die het werk moeten doen. Terwijl er wel gewoon nog steeds goede zorg nodig is. En dat zie je overal. In het onderwijs, met lerarentekort, kinderopvang, bouwplaatsen die stil liggen, mensen die langer op een wachtlijst staan voor een behandeling in het ziekenhuis. En op Schiphol sta je tegenwoordig soms langer in de rij, omdat je daarna in het vliegtuig zit. Misschien is het leuker om te horen, jongens, we gaan met z'n allen allemaal 4 uur per week werken. Dat verhaal vertel ik niet, maar het is wel een eerlijk verhaal. Parttime werken is een luxe. Het is toch top dat dit in Nederland mogelijk is. Nederland is Europees kampioen deeltijdwerken. Als we naar heel Europa kijken, dan werken gemiddeld 1 op de 3 vrouwen parttime. In Nederland is dat niet 1 op de 3, maar 3 op de 4, 3/4. Terwijl 70% van de vrouwen die parttime werkt graag meer uren willen maken. Het zijn niet alleen de Nederlandse vrouwen, ook de mannen werken 3 keer zo vaak parttime als in andere Europese landen. In het geval van de mannen is dat 1/4. Dit is volgens mij ook waarom de kinderopvang dus snel gratis moeten maken. Want voor heel veel mensen geldt natuurlijk dat ze ook helemaal niet de keuze hebben om te zeggen ik ga niet parttime, maar ik ga 4 of 5 dagen werken. Oh, nu denk ik wel heel veel in 1 keer. Jullie gebruiken dat zogenoemde arbeidstekort alleen maar om meer buitenlanders naar Nederland te halen. En die buitenlanders die pikken al onze banen in. Om de cijfers kunnen we niet heen. Er zijn steeds minder arbeidskrachten in Nederland. En dan kan je natuurlijk blijven roeptoeteren dat alle buitenlanders weg moeten of überhaupt niet moeten komen. Maar daar lossen we het tekort aan mensen echt niet mee op. Nee, dat klopt. We zijn met 17 miljoen mensen. Maar daarvan werken er dus heel veel mensen parttime. We hebben ook nog eens heel veel mensen die al echt een stuk ouder zijn. We zijn best wel vergrijsd in Nederland. Die zijn met pensioen, werken over het algemeen niet. We hebben in Nederland ook gewoon heel veel economische activiteit. We zijn een heel rijk land, er gebeurt hier van alles. En als we geen hulp van buiten accepteren, dan zullen we onze economie flink op de rem gaan zetten en in de parkeerstand. Daarom willen wij dat het makkelijker wordt voor mensen om in Nederland aan de slag te gaan. En dat geldt zowel voor mensen van binnen de Europese Unie als van buiten Europa. Bovendien willen we dat mensen die er toch al zijn, neem nou bijvoorbeeld asielzoekers, dat die alvast de mogelijkheid krijgen om aan het werk te gaan. Dat is goed voor hen, dat is goed voor hun integratie, dus ook goed voor Nederland. En we hebben bij Oekraïners, die mochten meteen aan het werk, gezien dat ze in no time vaak een baan wisten vinden. Dat nu al meer dan de helft van de Oekraïense volwassenen in Nederland werk heeft gevonden. We zouden gewoon allemaal minder moeten werken in plaats van meer, want te veel werken is helemaal niet gezond. Ja, in een ideale wereld is dit natuurlijk gewoon helemaal waar. Dan zouden we allemaal misschien 1 of 2 dagen werken. Ik zou dan zelf ook niet alleen in het weekend, maar ook door de week regelmatig met mijn dochters naar de speeltuin gaan. Maar ja, zo werkt het nou helemaal niet. Kinderen krijgen bijvoorbeeld niet thuisles, maar die gaan naar een school, waar dus wel een docent voor de klas moet staan. Je werkt dus niet alleen voor jezelf, voor je financiële onafhankelijkheid en voor je eigen ontwikkeling. Maar je werkt ook omdat je daarmee een bijdrage levert aan de maatschappij. Ask not what your country... Hoe zei John F. Kennedy het ook alweer? Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. Ja, voor jou, er zit iets... Dus, om onze arbeidsmarkt uit de modder te trekken, zullen we Nederlanders meer uren moeten laten werken. En gaat werken nu ook echt meer lonen? Nou, dat is eigenlijk nog te weinig het geval. Want de uren die je extra werk leveren vaak een heel stuk minder op dan de eerste 20 uur van je contract. Wij hebben daar een plan om ervoor te zorgen dat werken, ook als je meer uren maakt, meer gaat lonen. Niet alleen met een voltijdbonus, maar ook door de belasting te verlagen. En de belasting bijvoorbeeld op vermogen te verhogen. Want het is natuurlijk gek dat je meer geld kunt verdienen met geld dat je al hebt en door zelf niks te doen, dan door het werk dat je doet. Werk moet daarom meer opleveren. Wat denk jij? Zou jij meer gaan werken als je een bonus krijgt om meer uren te gaan maken? Laat het ons weten in de comments. Tot de volgende keer. Staat Sigrid Kaag trouwens hier aan de binnenkant. Dit is de helm van Sigrid. Vond je dit een leuke video en heb je dit bekeken onder werktijd? Heel goed, abonneer je dan hier. En als je dat gedaan hebt, aan de slag.